Ja, we moeten even. Ja, het is ook een beetje. Het is het laatste optreden van deze tour. Moskou. Ja, oké, we spelen nog wel in Moskou. En we spelen nog wel in. Ja, goed, oké. Maar zoals we nu spelen, met al de hele handel op ons heen. Het prachtige decor van Tom en het geluid van Paul. Dat is nu gewoon ja, het is een beetje het laatste. Oh. Ja, dus nou, zoiets dus. Ja, het gaat heel erg vertraagd. Ik zelf de nacht in. Dus ja, het volgende nummer is wel een up-tempo nummer. Dat is wel even tegen de... Maar kies je op. Het gaat over... Het begint ergens bij Koningendag. Koningendag 2000. En ik ging met mijn oudste dochter... In Amsterdam-Oost op weg om geld te verdienen. In ieder geval, zij wilde geld verdienen. En ze kwam me heel goed tekenen en we namen een schetsboek bij en twee stoeltjes. En we gingen zitten daar. Ik stond naast haar alsof ik er niet was. Dat is ook een soort stilspel. Ik ben er, maar ik ben er ook niet. En het stoeltje ging allemaal leeg en alleen gaat daar een grote man zitten. En ik kijk, oh, Theo van Gogh. En ik dacht, nou, uitkijken. Mijn dochter kende hem helemaal niet, dus pakte een nieuw vel en begon met een enorm cirkel voor zijn hoofd. Oh nee. Theo zei van, heel goed begin. Dus ik maakte een heel mooi portret. Hij kocht het voor veel te veel, vertrok. En ik vraag me nog steeds af waar dat nu is. Is het ergens aan een muur? Van de familie of in een album of in een la. Dat zullen we misschien nooit meer weten. En toen hij werd vermoord, ook vlak daarbij, om de hoek bij mij, ineens staat 7x3 nummers uit drie winkels: de wasseretten, de pizzeria en de sleutelwinkel, de Linnéestraat. En een soort Penny Lane van Paul McCartney, maar dan heel anders, een ander onderwerp. En dit nummer gaat over de mensen die in de sleutelwinkel stonden toen het gebeurde. En dit het kiezen. Together.